Het jaarlijkse voorleesfeest is weer begonnen, de Nationale Voorleesdagen. Een moment voor kinderen en ouders om samen te genieten van boeken. Bibliotheek Gelderland-Zuid organiseert allerlei activiteiten met vandaag het prentenboek van het jaar 2024 in de hoofdrol. Ieder jaar wordt de prenten top 10 gemaakt. En het boek wat dit jaar is gekozen, dat wordt dus door de voorlezers voorgelezen. Het zijn boeken uit de prentenboeken top 10, waaronder Help een verrassing en dat is het prentenboek van het jaar. Prentenboeken top 10 staat eigenlijk centraal tijdens de voorleesdagen en het prentenboek helemaal. Ik vind het ontzettend leuk prentenboek, ja. En de interactie is heel belangrijk. Daarom loop ik ook altijd rond, high five, box, even erbij betrekken. Je moet natuurlijk het hele boek laten zien. Je moet dus niet, maar goed, zo ben ik als docent ook altijd. Je moet dus niet klakkeloos, je moet er eigenlijk, ja, je bent een entertainer. De Nationale Voorleesdagen worden jaarlijks gehouden om het voorlezen aan jonge kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te stimuleren. Op die manier zijn jonge kinderen toch bezig met boeken en taal. Ja, de taalontwikkeling, als je nu leest, je kunt nieuws er niet op naslaan, dat het niveau enorm aan het dalen is. Ja, dat moet voorgelezen worden. En hoe jonger je begint, hoe belangrijker het is, zodat ze enthousiast en ook naar de bieb gaan. Nou, dat vind ik heel belangrijk. Ja, je kunt niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen eigenlijk. Het is gewoon fantastisch leuk om te doen en het is heel goed voor de woordenschat ook van kinderen. En daar heb je gewoon je hele leven profijt van. Mijn jongste kleindochter is nu anderhalf. En mijn jongste dochter is eigenlijk dagelijks aan het voorlezen. En je ziet qua taalontwikkeling hoe goed het met haar gaat. Tijdens de voorleesdagen wordt er van alles georganiseerd in bibliotheken door de hele regio. We gaan zaterdag hebben een voorleesfeest. Dat is 4+ en dan gaan we daarna knutselen. Dus we gaan een doosje met confetti maken, dus zodat je ook weer iemand anders kunt verrassen. En volgende week zondag hebben we nog een voorstelling hier, een poppenspel. Je ziet het al, hoe druk het eigenlijk is vandaag. Dus mensen vinden het ontzettend leuk om er iets mee te doen. En het is heel fijn dat we voorlezen en knutselen en een voorstelling hebben. Dus je kunt er op allerlei manieren ook iets mee doen.